Opgeven is geen optie. Niet in de sport en niet als je getroffen bent door kanker. De dames van Team Human Support gaan 3 juni naar Frankrijk om daar fietsend de Alpe d'Huez te beklimmen. Teamcaptain Marlies heeft het al eerder gedaan. Ik had een half jaar om te trainen, 5 maanden. En dat was afzien, maar uiteindelijk is het doel bereikt. Maar de weg daar naartoe, dus het trainen en alles daarvoor, is veel mooier geweest als de rit op de berg zelf eigenlijk. Sommige van de teamleden hebben kanker of hebben kanker gehad. Maar Lies zelf ook. Ik heb ervaren dat dat in de zorg er heel veel nog nodig is om mensen die kanker hebben en kanker hebben gehad te helpen, te ondersteunen. Dus al het geld van de stichting en ook wat wij dus ophalen gaat op die grote hoop landelijk. En dat geld gaat allemaal naar revalidatie en herstelprogramma's voor mensen die nog kanker hebben en hebben gehad. Het team doet meer dan fietsen. Zo organiseren ze een benefietsparty in het stadspaviljoen om veel geld op te halen voor de kankerbestrijding. Vorig jaar hebben we met ons team Maxima Medisch Centrum €206.000 opgehaald. Landelijk is er €6 miljoen opgehaald. Voor hoeveel gaat u deze keer? De stichting gaat voor meer dan 10 miljoen. Geld ophalen is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Mensen daardoor even een eye-opener krijgen van, goh, zo kan het ook. En dat er ook meer met elkaar over gepraat wordt, ook over de emoties en wat men beleeft. En met elkaar samen iets neerzetten en samen een doel bereiken. Wat betekent het voor uzelf om dit te doen? Voldoening en het betekent dat ik iets beteken. Op 29 mei vertrekken de vrouwen richting Frankrijk. Maar eerst is er nog het grote benefietsfeest op 10 april.